Wow. Wat er eergisteren is gebeurd op social media was heel fucked up. Maar daar ga ik niet over praten. Ik ga er volledig niks af wil maken. Ik wil gewoon het volgende zeggen: Het is heel hard geëscaleerd. Het is fucking hard geëscaleerd. Het is uitgelopen tot trending topic van de dag. Met meer dan 34.000 tweets met mijn namen. Helemaal fucked up. Helemaal, helemaal fucked up. Misschien was het beter dat er nooit video's van gemaakt werden en dat alles in tussen ons was gebleven en dat het zo uitgebattled was. Wat internet erbij nemen is niet is nooit echt het slimste idee. Oké okay, het is gebeurd, we kunnen niet teruggaan in de tijd om het te fixen. Wat is het probleem? Die avond zelf zijn er heel veel hoaxen verspreid of onwaarheden, verhalen verspreid over het internet en er zijn twee vragen die heel branderig door iedereen zijn hoofd knallen. Ik weet dat er nog meer vragen zijn, maar dit zijn de vragen die ik gewoon echt Elke, elke dag te veel zien voorbij komen. En dat zijn, stop je met YouTube en ga je naar Gameforce. Op de eerste vraag kan ik me heel veel trots zeggen, Tuurlijk stop ik niet met YouTube. Ik heb veel te veel opgegeven om er nu nog mee te stoppen. En als ik ga stoppen, zoals ik al eens heb gezegd in een andere video, als ik zou stoppen met YouTube, dan is het of omdat school een hele belangrijke rol begint te spelen in mijn leven, of als ik echt... Geen zijn meer heb. En als alles eruit is. wat ik ooit gevoeld heb voor YouTube. Dat is nu niet. En ik denk niet dat dat snel gaat gebeuren. Dus nee, ik stop niet met YouTube. Ik heb ook nooit gezegd dat ik ga stoppen met YouTube. Dit um, is waarschijnlijk <laughs> het einde van mijn YouTube channel. En van mijn YouTube carrière. Om zo te zeggen. En als dit het einde is. Dan, um, dan wil ik het toch wel nu mooi afsluiten. In die video heb ik gezegd. Dat als ik zou stoppen. en als dit de reden is. waardoor ik gewoon volledig depressief word dat ik stop. Maar ik stop niet vanaf morgen of overmorgen komen er weer normale video's. We vergeten gewoon wat er is gebeurd. Ik weet dat het niet zo makkelijk gaat gaan. Maar we gaan er geen aandacht meer aan geven en we gaan gewoon door. De tweede vraag, ga je naar Gameforce? Ik geloof het of niet, want die vraag is pittiger dan de eerste. Ik heb natuurlijk een video gemaakt, denk naar Gameforce ga. En ik denk dat er wel één iemand is die speciaal voor mij naar Gameforce komt. Waar ik ook niet volledig zou geloven, maar oké. Okay. Ik denk wel dat er een paar mensen zijn die het ticketje hebben gekocht om mij dan te zien. En ik zou alweer een leugen verteld hebben als ik dan niet naar Gameforce zou Gaan. Dus ja, ik ga de Gameforce de zaterdag sowieso en de zondag. Als de zaterdag vet was. Dus zo kan je het een beetje zien. Dus dat zijn twee ja's op die antwoorden. Nou, eigenlijk een nee en een ja, ik stop niet. Dat zijn twee positieve antwoorden op die vragen. Dan was er een hoax verspreid. Dat als ik niet terug bij de squad ging worden toegelaten. Dat ik zelfmoord ging plegen. Wow. Ik weet niet wie er op dat domme idee is gekomen van dat te gaan zeggen. Wow, laat Nathalie alsjeblieft terug in de squad. Anders gaat hij zelfmoord plegen. Om een einde te maken aan mijn leven is er iets veel erger nodig dan YouTube. En ik kan je zeggen, het was Heel erg. Ik heb fucking veel gewend. Ik heb mijn ogen vierkant uit mijn hoofd gehuild die avond. Maar zelfmoord plegen zit er niet in. Dus voor de mensen die zeiden dat ik een kankerjong was en ik zelfmoord moest plegen, sorry, not today. En voor de rest kan ik alleen maar toegeven. En als jullie nog gaan vragen, zit je nog in de squad? Dan zeg ik ook gewoon nee. En als jullie vragen, blijft dat zo? Dan is het enige wat ik kan zeggen, zeg nooit nooit. De avond zelf is er heel lang, intens, emotioneel vanuit mijn. Hoek toch? Geskyped. En we hebben niks bijgelegd. We hebben niet alles wat vertaald was. Ja, was eigenlijk al zo. Maar we hebben er gewoon nog eens over gepraat. En ja, ik zit er niet in. En ik heb ook niet gevraagd of ik er toch bij mocht. Dat is ook nooit. Echt, ten sprake gevallen Ik weet niet waarom ik een mes vast heb, maar oké okay. <laughs> Ik wil er ook persoonlijk nu even niet meer bij Ook al komt het allemaal van mij? hoek En ook al heb ik heel veel dingen verkeerd gedaan Ik heb de fout gemaakt En ik gun mezelf het ook niet om er nu gewoon weer bij te gaan En te doen alsof er niks is gebeurd Nee Zoals ik al zei Zeg nooit nooit And, ehm, um, ja yeah. It's been a long day without you my friend But I tell you all about it when I see you again a Hele mooie lyrics En het liedje staat ook in de beschrijving En misschien kruisten de paden van mij en hun Op een bepaald moment weer en dan ga alles wel samenvallen, niet geforceerd. Echt wel goed. Dus ladies zijn gentlemen. Maak je niet te veel zorgen om. Ga door met je leven. En think positive. De wereld is niet vergaan. Geen meteoriet op de aarde gevallen. Alles. Ga gewoon door. En even eens door. Er zijn veel ergere dingen die kunnen gebeuren. Er zijn veel ergere dingen die kunnen gebeuren. Bij iedereen van ons. Maar ik wil niet dat jullie je vreselijk gaan voelen. Omdat dit is gebeurd met mij. En jullie duizenden brechtjes op Facebook. Duizenden brechtjes op Twitter. De pagina's die zijn gemaakt. Ace, dit mag niet stoppen. Het zijn dingen die mij echt. De boost hebben gegeven van. Wow 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 wow. Nata. Nee, nee, nee. Stoppen met YouTube. Dat is een no-go-zone. We gaan gewoon verder. En we stoppen niet. Totdat de funner af is. Maar momenteel zit er nog zoveel potentieel in volgens mij. En is het nog zo leuk om te doen. En als het nu met hun is. Of zonder hun, Ze zullen er altijd bij zijn. Misschien niet rechtstreeks. Maar ze zitten toch nog altijd ergens hier zo. Ja? En vergeten doe ik ze nooit hoor. Dat, dat gaat niet gebeuren. Maar mijn video's gaan niet slechter worden daardoor. Het gaat gewoon door. Mensen. Life. Goes. On. En eh uh, ja. Houd maar eh uh, ja. Yeah. Like. Ja. Yeah.